Het klimaat en het weer in Suriname en de rest van de wereld zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Dit zegt Sukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname. Zij heeft onlangs een presentatie gehouden voor de pers over het weer en wat klimaatverandering voor Suriname kan betekenen. Salons zegt dat het weer de conditie van de atmosfeer op dat moment is, terwijl het klimaat het meervoudige van zo'n weer is. Wanneer we praten over het weer en klimaat, dus er is een verschil dat weer is. De atmosferische conditie van de atmosfeer op dit moment, dat zeggen we hier in Torarica, is het weer de conditie van de atmosfeer van nu, hier in Torarica. En wanneer we praten over het klimaat, dat is dan de gemiddelde conditie van het weer over een aantal jaren. En wij nemen nagenoeg 30 jaar als minimum. En wanneer we praten over de verandering van het gemiddelde weer, zoals we gezegd hebben, het weer wordt samengesteld uit verschillende elementen, temperatuur, neerslag, luchtdruk. Op het moment dat je iets ziet dat een van die elementen aan het veranderen is, zoals een veranderde temperatuur, gemiddelde temperatuur, of het stijgt of het daalt, in de loop der tijd, dan is dat alvast een teken dat er iets verandert met het klimaat. Is er een veranderd patroon van de neerslag over een lange periode en de verandering is consequent, als het daalt dan daalt het verder of als het stijgt dan stijgt het verder, dan is er iets gaande met het klimaat. Salons zegt verder dat de temperatuur wereldwijd aan het stijgen is. Dat betekent dat er meer warmte wordt vastgehouden in de atmosfeer. Dit alles komt door menselijke activiteiten, benadrukt het hoofd van de Meteodienst. Er wordt vaak genoeg gesproken over klimaatverandering en global warming. Wat is het verschil tussen? Wanneer we praten over global warming, dan hebben we het gezegd over de stijgende temperaturen die we ervaren op aarde. Wanneer we praten over climate change of klimaatverandering, zoals ik al eerder gezegd heb, het klimaat wordt vastgesteld door verschillende elementen, zoals temperatuur, neerslag, bewolking, wind. Enzovoort. Wanneer we praten over klimaatverandering, betekent dat er een verandering is opgetreden in deze verschillende klimatologische elementen, de temperatuur, de neerslag, de wind, etc. Sukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteodienst Suriname. Ze heeft tijdens de workshop voor journalisten, georganiseerd door de SVJ en de stichting Scrivi, een presentatie gehouden over het weer en de impact van klimaatverandering op Suriname. De workshop is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica.